Ik ben hier nog nooit geweest. Jij weet de weg naar de bieb, toch? Tuurlijk weet ik dat. We komen zo bij die leuke rotonde. Leuk? Wat kan er nou leuk zijn aan een rotonde? Nou, dat je niet helemaal rond hoeft te fietsen als je linksaf wilt. Je mag zo, hup, linksaf slaan. Dat is heel leuk, toch? Oh, echt? Weet je dat zeker? Ja, kijk maar naar het fietspadbord met onderbord. En er staan ook nog strepen op het fietspad. Maar we moeten wel eerst die fietser voor laten gaan. Dat zie ik aan die haaientanden. Precies. Nee, hè? Gerard, wat doe jij hier? Even checken of het allemaal wel goed gaat hier. Tot nu toe is het prima in orde. En dat blijft ook zo, Gerard. Doei, tot de volgende keer maar weer. Mooi niet, zo makkelijk kom je niet van me af. Dit is echt een leuke rotonde. Je kunt, hup, linksaf. En nu komt er ook nog eens geen verkeer aan. Handig. Oh, maar het was net zo leuk geweest als er wel verkeer aan kwam, hoor. Iedereen die de rotonde op wil, moet ons voor laten gaan. Nou, zo simpel zou ik het niet willen zeggen. Stel dat zo'n auto wel doorrijdt. Dan stoppen wij heus wel, want wij zijn altijd heel voorzichtig. We gaan al achter elkaar rijden, omdat we daar iemand zien aankomen. Ik heb niet veel te doen vandaag. Ik zei toch dat je best kon gaan? Die auto moet ons ook voor laten gaan. Iedereen die hier van de rotonde af wil, moet ons voor laten gaan. Hoe weet je dat nou weer? Er staan toch haaitanden op het wegdek voor de auto's, Gerard? Ze wijzen met de punten naar de automobilist. Zo weet hij dat hij ons voor moet laten gaan. Als hij dat dan ook maar doet. Ja, hij doet het. Handig, hè? Zo'n rotonde met twee richtingen fietspad. Niet alleen handig, ook veel sneller. Waarom doen ze dat niet overal, Gerard? Tja, als ik dat eens wist.